Racen door de straten van Goed op zelfgemaakte bedden op wieltjes. En enthousiast worden aangemoedigd. De beddenrace, al 50 jaar een begrip in meerdere gemeenten in onze regio, was ook gisteren weer een mooi evenement. Ja, super. Dat is fantastisch. Met al het publiek dat we hier krijgen, dat is wel mooi om mee te maken. 25 km per uur gaan we wel door deze kleine straatjes. Ja. Die zijn af en toe best wel krap. Ja, de bochten moet je goed nemen, anders gaat het niet goed. De kick is dat je zo verschrikkelijk hard door de bochten kan vliegen. En dat je al voor de bocht aanzet. En dat de snelheid dan echt tegen de 30 km per uur is. Ja, en dat je dan echt zo hard door de bocht vliegt. Dat het gewoon heel gaaf is om dan weer, je voelt het bed weer naar beneden gaan. En ja, je moet weer aanzetten. En dat is het mooie van het bedracen, ja. En waarom? Wat is er nou leuk aan? Nou, omdat het iets is wat je heel makkelijk kan oppakken. Iedereen kan het doen. Ja. Het hangt een beetje tussen hardlopen en fietsen in. De initiatiefnemer van de beddenrace is Bed Special in Schagen. Organisator van beddenrace clinics, trainingen en wedstrijden. We organiseren 6 wedstrijden per jaar. En daar zit NK Bergen bij, Schorrel, Groet, Hensbroek. Onderlinge wedstrijd waar we tegen elkaar lopen. Ja. Dus ja, op die manier kan het zo niet te vergeten. En dit was de 5e wedstrijd. We krijgen nog Bergen nog. En daarna lopen alle deelnemers de 2,5 uur van beddenrace Langedijk. En de woorden beddenrace Langedijk zijn magisch. Want alle deelnemers die wij spraken kijken daarnaar uit. Beddenrace Langedijk is het gewoon het hoofddoel. En dat is gewoon een prachtige race om te lopen. Met zoveel publiek. Beddenrace Langedijk, dat is nog even groter en belangrijker. Ja, zeker. Daar komen heel veel mensen op af. Dat is het tofste voor ons als beddenrace, denk ik, als afsluiten van het seizoen. Ja. Dit is een 50 minuten wedstrijdje. Dus ja, dat is ideale training om voor de 2,5 uur. Ja, en over 2 weken in Bergen, dat is ook niet missen. Nee, dan hebben we het Nederlands kampioenschap. Dus dan gaan we er ook zeker voor. Ja. Zin in? Ja, zeker weten. Knallen. Maar naast meedoen en goede tijden behalen, is ook gezelligheid belangrijk. Ja, we gaan nu even naar Café Merenboer. Mooi even een biertje nadoen. Prijsstrijking. Beetje napraten. Gezellig zitten. En hoort er ook bij.